Amers. Welkom bij de Rembrandtdagen. Kijk, ik heb hier een mooie folder. Nou, leuk. Als u deze route volgt, komt u langs alle plekken zoals Rembrandt die zag. Langs de hele route komt u tijdgenoten van Rembrandt tegen en u zult de mensen ontmoeten die geschilderd heeft. Welkom op deze dag bij het begin van de Rembrandtroute. Het gaat om de periode 1600 tot 1650, de periode waarin Rembrandt in Leiden geboren werd, in Leiden opgroeide en in Leiden al een beroemde schilder werd. Zijn natuurlijke belangstelling ging alleen uit naar de schilderkunst. Zeg ik u. Bestudeer daar de werken van de meesters van licht en duisternis. En zusters, zondaars, want dat zijt gij allen hier aanwezig. Ja, Heleien is onze wijk, dus ja. Nou, we gaan even. Maar Hanne van Rijn, ja. Zoekt u nog steeds uw zoon Rembrandt? Nog steeds mijn zoon. Nog steeds? Nee. Hij is die kant op. Daar. Die? Ja. Genoeg is nooit genoeg. Een sjaal voor de winter? Voor de koude winters? Dames, heren. Jongens, meisjes, Rembrandt, fijn dat jullie er zijn. Het is mij namelijk een grote eer en welgenoegen jullie welkom te heten in mijn Latijnse klas. We hebben de lunchpakketten. Ja. Dankjewel. Maar niemand zal mij Rebecca inpikken. Oh, wat romantisch. Oh! Wat hoor ik daar? Is hier een wandaad begaan? Zoekt u een boef, een schurk, een rabout? Mijn naam is Bot. Joris Bot. Ik ben hier om u hulp te bieden. Ik ben niet.
Afrika-Luik-Belis. Maar aan de andere kant, het zijn roerige tijden waarin we leven. Want we zijn in oorlog met Spanje, nog steeds. Nu moet ik gaan, anders mis ik de boot. Dag vader. We houden vaart, jongen. Dag broer. Dag broer. Dag moeder. Dag Jan. Schrijven, schrijven. Dag zussen. Nou ja, mensen, ik zeg vooruit met de geit en tanden op elkaar. En dan ben ik er klaar voor om voor de eeuwigheid te worden vastgelegd. Wel heel erg, want we zitten bij hem in de klas alleen. Ja, we wouden laten weten hoe het is om bij Rembrandt in de klas te zitten. Wij gaan elk jaar het Rembrandt Festival gaan we herhalen.